vandaag gekomen naar onze tafel met onderzoek. Het is natuurlijk verkiezingstijd, dan zie je de politici overal even. En wij hadden eigenlijk een Valentijnsactie. De Valentijnsactie doet bij AFD even heel lang. Dat hebben we vandaag nog gedaan, omdat we vandaag blijkbaar met jullie er ook zijn. We hebben voor de vrijwilligers een taart. En waarom een taart? Want met Valentijnsdag ook een hart voor vrijwilligers. Wat wij als politieke heel veel willen, we hebben ook een goede buitensportaccommodatie in festiviteiten en zo. Maar wij kunnen erover praten met jullie, maar als vrijwilligers zal het moeilijk voor dat een organisatie in de kan. Dat een accommodatie als deze liefst dat onderhouden wordt. Dat is onbetaalbaar werk. En daar willen wij de vrijwilligers van de buitensportaccommodatie voor bedanken. Ze hebben ook al gegeven, maar hier speciaal vandaag ook even bij de ATB. Inderdaad, misschien heel klein dankjewel. Ik hoop dat jullie even vreugde en energie in de buik geven. En dat doen we altijd door voor dit werk. Het is onbetaalbaar. We hebben dus werk, maar deze samenleving mooier. Dus, een taart voor jullie. En in de velden is nog